En dat soms denken ze ook gewoon voor grappig of zo. Ja, meestal is het wel geld of zo. Wat vind je daarvan? Vind ik een beetje raar, want je kan ook gewoon werken. Gewoon echt niet liegen, want het is niet leuk. Want sommige mensen geloven het dan en denken ze opeens, ja, de aarde gaat opeens ontploffen. En dan denk je van, ja, dat is toch niet waar? En vind ik dat is heel jammer, maar ja, sommige mensen kunnen toch liegen. Deze week speelden 10 kinderen een pilot in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. In de pilot werd er door de BIEB gekeken naar hoe het vernieuwde leerspel Hackshield werkt. Het is een zogenaamd AR-spel, Augmented Reality. Dus kinderen lopen met een iPad door de BIEB. En dan moeten ze eieren die wij hebben opgehangen, opsporen. En dan zien ze er met die iPad die eieren verschijnen in het interieur van de bibliotheek. Dus dat is heel erg leuk. Eigenlijk gaan ze daardoor aan, om die vraag leuk te beantwoorden. Maar als ze dan zo'n ei zien en ze tikken erop, dan explodeert het ei en dan komt er een vraag tevoorschijn. De vraag was dat de koning Milia en de koning, die 20 jaar samen zijn, toch waren gescheiden. Wat dus natuurlijk niet waar was. Dus toen zei ik niet waar en ik hoop dat het goed is. Ja, ook wel goed. Ja, geen relatiebreuk in het Koningshuis? Nee, gelukkig niet. Het wordt ook aan ze gevraagd als ze boeken moeten uitzoeken. Loop naar de jeugdafdeling van 8 tot 10 jaar en vind het boek Hoe word ik astronaut van André Kuipers en Govert Schilling. En dan moeten ze de flaptekst lezen en wordt daar een vraag over gesteld. Dus er wordt hen gewoon geleerd over hoe ze kunnen feit en fictie kunnen onderscheiden hiermee. Met sommige dingen kun je vandaag al beginnen, dus... Dan vul ik hier vandaag in. Het is een game die is 10 jaar geleden of zo ontwikkeld. En echt met subsidie dus, omdat de overheid ook inziet dat het heel belangrijk is om kinderen nu op te voeden. Om zin en onzin uit elkaar te houden. Want je zag bij corona had je dus mensen die het ene geloofden en het andere geloofden. En ze stonden keihard tegen elkaar. Dus ook een beetje om die polarisatie tegen te gaan. En daardoor hopen we dat er een positieve invloed komt op het gebied van internetgebruik. Dus het is niet vervelend voor andere mensen dat hier kinderen met een iPad eieren aan het scannen zijn? Nou, voor sommige mensen wel, want er blijft altijd nog wel het beeld hangen van ik kom hier leren of werken. En dat is ook zo, we zijn ook een plek om te studeren, we zijn ook een plek om te werken. Maar zo nu en dan een uurtje moet het kunnen. En het is ook leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben. Jongens, Ignus is aan de binnende hand. En hoe deden ze het vandaag? Ja, nou, ze hebben in de game heb je dus een slechterik en een goederik. Hè? Je hebt Lux, dat is de goederik. Die moet desinformatie verslaan. En je hebt Ignos, die probeert desinformatie te verspreiden, maar door allemaal onzin te plaatsen. En die Ignos hebben ze eigenlijk twee derde meerderheid verslagen. En dan viel me ook op dat de jongste, uit groep 6 zat hij, dat die de meeste goede antwoorden had.